ben Wils Jarema. Ik ben de eerste bedrijfswagenmonteur. Ik doe werkzaamheden in nieuwbouw en in onderhoud en reparatie en diagnosewerk. Ik werk voornamelijk aan Volvo trucks en Renault trucks en ook aan Renault bestelbusjes. Ik ben begonnen als leerling in het BBL traject. Ben gekomen als eerste tweede monteursopleiding 2 jaar. Daarna als eerste monteur 2 jaar de opleiding. 4 dagen aan het werk, 1 dag naar school. En nu ben ik fulltime aan het werk. Ik vond het zelf heel fijn om naar school te gaan en te werken. 1 dag school kun je de theorie goed bijhouden, nieuwe dingen leren. En in de werkplaats kun je het met de handen leren. LVS bood mij de mogelijkheid om onder werktijd schoolopdrachten in de werkplaats uit te voeren en te beoefenen. Mijn werkdag begint elke dag om 8 uur. Eerst bak ik koffie met de collega's, dan bespreek je het werk van wat er vandaag gaat gebeuren. En dan kan het wezen dat je een onderhoudsbeurt gaat doen aan een vrachtwagen of een storing moet verhelpen. Ik doe het liefst diagnosewerk, dat ik met de motorstoring begin, met de computer uitlezen, vrachtwagen, na moet denken. Daarna met de handen mag oplossen. En vaak is het ook van hoe lastig het is, hoe leuk ik het vind. LVS is een hele goede werkgever, een hele goede werksfeer binnen het bedrijf. Ook sta je nooit alleen te sleutelen. Alle collega's die willen je altijd wel helpen. Je staat nooit s'avonds alleen nog tot een uur 6 door te werken. Eerst wil ik doorgaan leren tot volwaardig eerste monteur. Ik volg nu cursussen voor APK, licht en zwaar en tachograafspecialist. En uiteindelijk zou ik graag werkpatiënt willen worden. Heb ik de leiding over de monteurs, kan ik het werk verdelen en heb ik meer klantencontact.